Hallo, Inge Rok hier met een nieuwe vraag van vandaag. En deze vraag die komt van Ben. En Ben zegt, Inge, ik ben het beu. Ik ben het kotsbeu, schrijft hij. En hij zegt, kijk, mijn ouders die weten altijd wat dat ik zou moeten doen. Sinds ik klein ben, zegt onze pa, Ben, doe dit, dit. Ben, doe dit, dat. Ben, je zou beter zus doen. Ben, je zou beter zo doen. Maar dat is niet wat dat ik wil doen. Ik heb moeten studeren wat ik niet wilde studeren. Ik ben geworden wat ik niet wilde worden. En ik voel me daar niet goed bij. Maar ik ben bang om mijn ouders te kwetsen, want zij staan altijd met hun goede raad en daad voor mij klaar. Maar dat is het niet meer. Dat is niet meer wat ik wil. Mijn beste vriend Ben, het is tijd dat je de navelstreng gaat doorknippen. En hoe doe je dat? Eerst en vooral door je ouders te zeggen dat je enorm dankbaar bent voor alles wat ze je gegeven hebben. Dat ze je met de beste zorg altijd omringd hebben. Maar als je 35 bent, vriend, dan is het toch echt tijd dat je op je eigen voetjes gaat staan. En vandaar natuurlijk de geweldige zin met wie dat waarmee je een e-mail begon. Ik ben het beu. Dus enerzijds gaat je aan je ouders op de juiste, liefdevolle manier moeten vertellen dat je dankbaar bent voor wat ze je hebben gegeven. Maar anderzijds dat je nu een volwassen man bent en dat je effectief je keuzes wilt maken. Je hebt mij geschreven dat je graag een nieuwe zaak wil starten. Wel, doe dat dan ook. Je hebt daarvoor de permissie, weet je, de goedkeuring van je ouders echt niet nodig. Omring je met mensen die iets kennen van ondernemerschap en die jou kunnen ondersteunen en omringen met de beste zorg en de beste inspiratie. En vraag je ouders om steun. En als ze die steun niet willen of niet kunnen geven, dan is het ook oké. Weet je, als je ouders je zo lang hebben willen duwen in een bepaalde richting, dan is er ook een gewoonte gecreëerd dat je altijd om goedkeuring gaat vragen. En weet dat je dat niet nodig hebt. Je weet perfect wat je wilt, dus ga er ook voor. En omring je met de juiste mensen. Kom in de Premium Lifestyle Club bijvoorbeeld, waar het wemelt van de mensen met goede positieve intenties en die ze ook waarmaken. Dus Ben, ga ervoor. Kom aan man, het is tijd. Ik weet het, het zal even 15 minuten spannende conversatie worden met uw ouders. En begrijp dat ze het doen omdat ze van u houden, maar vraag hen steun. En als dat betekent dat je heel even minder contact met hen zult hebben, ja, dan is dat ook zo. Dat is niet zo erg. Dat komt wel absoluut terug als ze zien, 1, dat je gelukkig bent en 2, dat je inderdaad de successen boekt die jij al zo graag wilde. Voilà, hopelijk helpt dit alweer. Graag tot een volgende keer. Bye bye.